hier is nog niemand mee bezig. Ik zie goud. Kunststof heeft het voordeel dat het super duurzaam is. Het gaat nooit kapot. Het is niet voor niks dat het een bouwstof is geweest voor zoveel producten. Een tekening te zien. Ik denk dat we een beetje die kant op moeten. Komt hij ook helemaal goed was? Ja. Tot aan hier toch ongeveer? Ja, en dan loopt hij parallel met die... En aan deze kant de voordeur? Klopt dus, het? Dus als je hem zo recht draait, dan zie je precies... Zo. Ja. Wat wij op dit moment aan het bouwen zijn... zijn een huis en een kantoor. Helemaal van afvalplastics. En dan is de bedoeling dat we laten zien dat je in afvalplastics dus kunt wonen en werken. Eigenlijk moet je hem zo houden. Dan klopt hij beter. Per jaar worden er 250 miljard kilo plastics nieuw gemaakt over de hele wereld. 8% van die 250 miljard kilo wordt maar gerecycled. Dat betekent dat de overige 92% ergens is. Het drijft, of het is op een landfill, of het is verbrand. Dus dat betekent dat je de grondstof die je krijgt, is eigenlijk niet gedefinieerd. Het is kunststof, maar er zijn wel 100 verschillende soorten. En om daar nog iets van te maken, heb je gewoon heel veel kennis en kunde nodig. En dat is wat wij aan ons aan het liëren zijn. Nou, waar jij staat, dat is jouw slaapkamer. En wij slapen dan hier, Loes. Ja. En dit is de keuken. Dus hier gaan we dan zo... Keuken en daar de veranda dan aan? Ja, veranda hier. En tot aan waar komt het dan? Ja, precies een evenwijdig met deze keerwand. Dus tot hier. Gaaf. Dat we wel lekker zitten hier. Eigenlijk is het een onmogelijk project. Maar doordat wij gewoon zeggen van we kopen de woning, we gaan hem betalen, hij komt er. Heb je wel een deadline waar je naartoe moet werken. Dus je moet wel. Mijn huis staat nu te koop. Ik zal wel moeten. Als ik straks een soort half afgebouwd, net niet bewoonbaar verklaard iets oplever, dan zegt mijn gezin, was dit dan de bedoeling? Dus dat vind ik wel spannend. Gaat het allemaal lukken? Joehoe. Top. Top. En de woonkamer. Ja. En dan hier... Goeiedag. Hier komt het huis. Hier komt het huis. Ja. Ja. Dan kan je niet eentje die kant op. Je zit namelijk net in ons uitzicht. Ja. Ja. Ja, dat is wat. Ja, ik vind het een hartstikke leuk idee hoor. Alleen, ik had jullie liever eentje die kant op gezet. Ja. 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 Dat wordt niet bewoond, hè? Ja. Ja, wij gaan erin wonen. Jullie gaan er zelf in wonen? Ja. Ja. Het wordt een soort demo-woning. Hij past eigenlijk niet per se in een bestemmingsplan. Hij past niet echt in een woonwijk. Hij past eigenlijk niet echt in de natuur. Tegelijkertijd is dit natuurlijk wat we over 30, 40 jaar allemaal zullen moeten hebben. Een woning die volledig passief is met je eigen zonnepanelen en een accu. En eigenlijk onder 5 jaar ergens anders heen willen. Hè, mocht het water ooit komen, hoe mooi is het dat je mobiel bent.
Hier gaat het gebeuren. Het kantoor van plastic. Ik weet gewoon dat dit kan. En dan kan je terecht vragen van waar baseer je dat op? Nou, dat baseer ik straks op mijn ervaring dat het gelukt is. En nou, sommige mensen vinden het naïef. Maar ik ben ervan overtuigd dat iemand het moet doen. Je kunt strijden voor de reductie van gebruik van plastic. Maar uiteindelijk, daar zijn wij van overtuigd, is een belangrijk onderdeel op dit moment dat er al zoveel plastic is en het niet vergaat en eigenlijk steeds groeit nog de berg, is het veel belangrijk om er nu iets van te maken. Niet alleen maar klagen over hoe slecht en erg het is, maar ook kunnen zien dat het eigenlijk ook heel veel mogelijkheden heeft. Ja, hier is nog niemand mee bezig. En dit is wel het grootste onderdeel van het probleem. Heel veel mensen die wij spreken, die zeggen, we recyclen toch altijd alles al. Dus daar worden al producten van gemaakt. Maar ja, de waarheid is iets lelijker. Want het gebeurt niet. Het wordt gewoon voornamelijk verbrand. Als je zelfs kunt bouwen en je kunt erin wonen en werken in een gebouw wat gemaakt is van eigenlijk het meest waardeloze plastic in de mix. Dus denk aan zwerfafval, wat nog vervuild is bijvoorbeeld. Ja, dan kan dus alles. Toen ik een klein jongetje was, liep ik al langs de IJssel te struinen en dan ging ik allemaal dingetjes uit het water halen. Van die sponsbolletjes en ijsjes, verpakkingen, dat dreef al wel. En daar maakte ik dan weer bootjes van. Zo, het waait wel hard, zeg. Ja. En een lopje. Hier, complete stoeptegels. Ik heb hier nog een. Zag je een ring? Cool. In principe is de natuur is onverbiddelijk, dus als wij doorgaan met wat we nu doen, dan zegt de natuur op een gegeven moment klaar, einde verhaal. Die onderhandelt niet. Allemaal nog drie dingen. Kijk. Wat wij dan gaan doen is van dat plastic hier van het strand, van in dit geval de gemeente Zandvoort, die koopt weer producten van haar eigen plastic afval terug. Dus wij smelten dat om in bankjes en dan doen we daar leuke letters in van nou bedankt ervoor. Maar het moet uiteindelijk zo zijn dat ze zeggen van maar dat is wat, plastic als bouwstof, kunnen wij daar geen huizen van gaan bouwen. Wij gaan in de gemeente 10 woningen zetten. Of wij gaan vlonderpartijen aanleggen. Of we gaan anders denken over kunststof als grondstof. Ik zat van oudsher in de plastics. Alhoewel mijn opleiding officieel boswachter is. Toen ik klaar was met mijn opleiding, zei mijn vader, wil je bij mij in het plastic bedrijf komen? Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. Want ik wil van niets wil ik weer iets maken. En toen dacht ik, hoe kunnen wij nou gewoon nog meer kilo's redden van de verbranding? En toen dacht ik, dat kan ik niet alleen. In 2017, samen met Erik, zijn we een corporatie gestart.
En toen ging het echt heel hard. Leuk, hè? Hallo. Museum Arnhem heeft een foto-opdracht in het leven geroepen. We vragen mensen om foto's te maken over onderwerpen die uitstijgen boven de waan van de dag. Wanneer het bij mij begonnen is, dat je met milieu bezig bent, ja, ik heb in ieder geval niet onder een steen gelegen. Dus dat speelt natuurlijk al 15 jaar. En misschien juist wel omdat ik toen werkzaam was, ook al in de logistiek en de transport, dat toch wel gezien werd als een van de vervuilende industrieën. En binnen die industrie ben ik heel erg bezig geweest om te kijken van, nou, wat voor concepten of wat voor projecten kun je doen om het duurzamer te maken. Dus dat speelt al heel lang, is dat een thema voor mij. En als je daar eenmaal mee bezig bent, dan grijpt het je. En of je negeert het, is mijn ervaring, of je het gaat een deel van je leven beheersen. 3, 2, 1. Ja, we zijn te zien. Superman. Je mag lachen. Nee, serieus, net als op de foto. Of op de fotograaf. Eigenlijk, alles wat buiten staat, is het extreem geschikt voor. Want het blijft, dat is natuurlijk het nadeel van plastic als het in de natuur ligt. Dan ligt het over een paar honderd jaar nog. Andersom, als je het weer gebruikt als bouwmateriaal, is dat juist weer een voordeel. Dus je hoeft het niet te schilderen, het gaat niet kapot, het rot niet, het splintert niet. En dat is met name in de buitenruimte. Dus we zullen ook vooral de dockoffers aan de buitenkant, dus of het bekleding is, de stukken van het dak, daar gaan we plastic voor gebruiken. Tim, kun jij misschien nog een handje geven? Ja, dat kan sowieso. Heb je die zijplank al gedaan? Ja, die ligt. Want die kan ik ook vanaf de steiger omhoog takelen. Dus veilig, zeg maar. Ja. Zet even een steiger naast. Aan de zijkant wil ik liever staan met manoeuvreren. Ik vind dat we alles moeten kunnen laten zien wat je met plastic kunt maken. Maar nog mooier is als je een hele nieuwe toepassing kunt verzinnen. En de vormgeving van de dockoffers bijvoorbeeld vind ik heel belangrijk. Dat echt een nieuw elementen zijn die nu nog niet van plastic gemaakt worden. Denk aan met name krommingen van plastic, omdat plastic heel goed buigt. Zoiets krijg je dan. Hier. Ja, dat is wel slim. Want plastic is natuurlijk, blijft een apart product om daarmee te gaan bouwen. Heeft de beperking dat het niet zo heel sterk is. Nou, hoe kun je dat oplossen? We kunnen ook heel veel toepassingen hebben, maken we het sterker door bijvoorbeeld staal erin, stalen pennen erin te doen. Jou nog even helpen hier? Wat? Gaat het goed zo? Ja, goed zo. Goed. Ja, zo is het. Dat was daar, ja. Ja. Wat te go? Oké. Jedenaście siedem mówiłeś?
vanuit onze ervaring weten we al welke scope we kunnen pakken. Wij gaan bijvoorbeeld geen van een hele berg met mix, zooi, een tandenborstel maken. Want dat gaat niet lukken. En ook al zou dat lukken, niemand gaat dat in hun mond stoppen. Dan gaan we vervolgens wel de grens opzoeken. Dus wij gaan wel overal tegen de schenen aan schoppen. En daar krijg je ergens een soort grensgebied van, dit zou nog wel eens kunnen. Dat gaan we uitbouwen. De uitdaging met het project van de Dokoffers en de Safe Home is dat we zijn begonnen met kunststof is een bouwstof. Van daaruit zijn wij alle ontwerpen gaan maken. Waarbij wij al na een minuut of 10 te horen kregen, dat gaat hem niet worden. Je kunt kunststof constructief niet als een kooi-constructie gebruiken. Dat mag je wel doen, maar dan is het gewoon experimenteel, wordt het niet verkocht, voldoet het niet aan de eisen. Dus helaas een stalen frame. Nou, dan gaan we verder. Hoe gaan we het dak maken? Dat willen we, een kunststofdak. Helemaal een afvalplastic kunststofdak. Nou, dan zegt een ingenieur van ja, dat is leuk, maar dan moet ook weer een kruisverband in. Nou, dan komt er een stukje staal bij. En zo kleden we langzaam het project uit, zeg maar, tot de grens gecertificeerd, veilig, gemaakt van plastic. Waarbij dat laatste waarschijnlijk steeds een beetje minder wordt. Dat is dan project 1.0, Dokoffers 1.0, Safe Home 1.0. Ja, dat vind je dat. Dobra. Dobra. Unieś trochę. Je hebt zoveel uitdagingen en technisch en het is allemaal hartstikke duur en het is stroperig en mensen zeggen waar begin je aan. Tegelijkertijd is het ook wel een soort iets cools dat je een huis bouwt, een eigen huis, eigen ontwerp, van afvalplastics. Dus mensen pikken dat op, dus er wordt van alles over ons geschreven en we zijn onlangs genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs. En daar wisten we niks van, dus we zijn bij de laatste drie. Nominaties terechtgekomen en ja, helemaal super. Nou, het is om 5:30 geloof ik, gaan we weer plenaire. Ja, en dan wordt de verkiezing toch? Ja, dan wordt de verkiezing, ja. Spannend, Bram. Bram kan dus een van de drie kansen hebben om heel veel geld mee te krijgen. Ja. Eindelijk die Tesla kopen. Ja. Heel veel geld. Ja, heel veel. Dus ik moet nu heel snel vriendjes worden. Ja. Hartelijk welkom en ik mag u uitnodigen, Jan Terlouw. Ja, het gaat beter en beter. Hoe langer hoe meer mensen zien, niet alleen economische groei is heilig. Heilig is ook de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En als het tot mensen doordringt dat onze kinderen, onze nakomelingen, net zo'n mooie aarde moeten hebben als wij, als het echt begrepen wordt, dan willen mensen dat ook. Maar dan moet je nog wel de manier vinden. Nou, en daar is zo'n prijs, denk ik, heel functioneel in. De genomineerden op het podium vragen. Dat is eerst van Safe Plastics, Bram Peters. Ja. Niemand ziet dat, niemand weet dat eigenlijk. En mijn vrouw zei op een gegeven moment, als je echt nog meer plastics wil redden, dan moet je iets maken wat mensen snappen. En toen zei ze, gaan huizen bouwen. En mijn eerste reactie was, het is al moeilijk genoeg om beschoeiingen te verkopen. Maar ze heeft natuurlijk volledig gelijk. En nu hebben wij de Safe Home ontworpen. En even de kosten, als je dat vergelijkt met als je betonbandje er tegenaan zet? Ja, dat is natuurlijk het voordeel van afvalplastic. Die heeft eigenlijk slecht weinig waarde. Dus als je dat weer op weet te waarderen in een nuttig product, dan ben je natuurlijk ook economisch heel goed bezig. Maar hoe is het voor de consument uiteindelijk? Is dat te betalen of is dat nu nog duurder dan beton? Of? Nee, het is eigenlijk goedkoper. Want het is ook beter, het is lichter, het is makkelijker te verwerken.
En het gaat veel langer mee. En na 50 of 100 jaar, een levenslang, dan smelt je hem weer om. Maak je weer misschien een flatgebouw van dan. Krijg je weer een nieuwe maken. En je hoeft hem niet te verven en zo, denk ik. Het is gewoon klaar. Ja, het is onhoudsvrij eigenlijk. Ja. Ja. Slim bedacht ook weer, hè? Jongen, jongen. En van de winnaar kan ik een paar criteria opzommen. Het is energiebesparend. Het is gelijk toepasbaar. Het product is modulair opgebouwd. Het is recyclebaar. Het is betaalbaar. Dat betekent dat het bereikbaar is ook voor bescheiden inkomens. Dat zijn wat elementen. De winnaar van de hoofdprijs is Climate Booster. Dank u wel. Dank u wel. Dit is voor jou. Wat gaan we doen? Jammer. Maar dit heeft een lucht. Nou, we zijn 2 weken begonnen met bouwen nu. En toen vertelde op een gegeven moment de opzicht, die zegt... als ik die bovenste balk zo zie, dan komen je kozijnen daar een halve meter bovenuit. En toen hadden we wel zoiets van, oké. En toen zijn we gaan nameten en nu blijkt dat de frames inderdaad 50 centimeter te kort zijn. En dus dat was wel echt een tegenvaller. Alleen het wordt helemaal netjes opgelost, maar wel vertraging. En dit is dus wat waar iedereen het over heeft, van succes met zo'n pioniersproject. Dat was wel echt een moment van, het kan niet waar zijn. Hè? Dus van, ik hoop dat hij verkeerd gekeken heeft, maar dat zijn vakmannen, dus dat zal niet. En B was, ik had echt zoiets van, ik stop ermee. ik dacht van, hoe kun je nou zoiets bazaals, het frame, de rest moet allemaal nog, hoe gaat dat dan? Opgetild, ja. Maar dat wordt nog wel een dingetje. Ja, dat moeten we eigenlijk nog bedenken. Er is nog veel waar we over na mogen denken. Nou, we hebben ons huis, daar is geen vertraging op. Hè. Dat is verkocht per 1 oktober, punt. Dan moet je eruit. Dus we zitten nu in een soort vakantiewoning ergens in Arnhem. En dan gaan we tijdelijk vertoeven. Maar voel je goed, hè? Ja. Nou ja, de spanning loopt op. Hè. We zijn ruim een jaar verder, een half jaar te laat eigenlijk. En dan zie je dat je toch in de laatste weken kom je toch wel heel veel dingen tegen die je denkt, die had ik eerder moeten doen. Dus dat is dan. En dan ben je vooral veel aan het regelen. En de hele kleine voorbeeldjes is er moest een klein beetje beton gesmeerd worden onder een staande die gemaakt wordt. Maar niemand wou dat doen. Terwijl dat lijkt alsof het iets is dat je zegt van dat kan ik zelf wel doen. Iedereen zit knettervol. Uiteindelijk heb ik nog iemand gevonden, maar die is dus letterlijk gisterochtend voor het laatst geweest. Dus we hopen dat beton nu droog is. Maar dat komt wel goed. Ja. Nou, mijn hoofd die is een beetje, die doet niet zoveel meer. Dus het probleem is met mijn hoofd dat, die kan nog maar één ding. Dus dat is wachten op deze dag. Dus deze dag moest ook gebeuren. We hadden toch nog wat twijfels over hoe we zouden gaan takelen.
En ik zei van, ja, we kunnen dan uitstellen. Ik zei, het gaat niet van die uitstellen, dan gaat het ding in twee stukken erop. Zaterdag is de dag. Nou, die druk is blijkbaar ook goed geweest, want het is nu zaterdag. Ruimte over. Nou, het laatste wat mij ineens in het zin schoot, is het eigenlijk wel verzekerd. En dat is ook wel een dingetje als alles naar beneden valt. Maar ja, dat kun je dus blijkbaar binnen een dag regelen, dus dat is geen probleem. De reacties die je krijgt, die variëren van je bent knettergek tot super gaaf. En beide klopt. Zo, broer. Wacht op het teken, hè? Wacht op het teken. Maar is het een beetje zoals... Natuurlijk is het puur genieten nu. Ja? Maar ja, ik heb natuurlijk al die sores niet. Precies. Dat. Nee. Nou, er is reden genoeg, Erik, om trots te zijn. Dit is natuurlijk wel een prestatie van... Ja. Van formaat. Kun jij die ring aangeven? Nee, die gele. Vraag je wat? Ja, ik vraag wel een weekend, hè? Ja. Trek Harold. Bram, helpen. Harold, even helpen. Met die boot. Dus dat is ik snap dat het een hand is, maar ik kan er elk moment zijn. Nee, dat is wel... Nee. Ah, we rusten nog. We staan nu klopt, zo mee. Nou ja, ik denk dat ik vannacht weer voor het eerst rustig slaap. Zo voelt dat. Ja. Ja? Ja, maar vast, hè. Ik heb een hele zware tijd. Dat kun je ook al een beetje zien, denk ik. Maar nee, dit is een avontuur. Moet je niet twee van in een jaar hebben. Hoi! Ik vind deze pijpen goed. Moet je naar buiten? Bloed, zweet. En hij staat er. Tranen. Ik ga naar de
Ja. Ja? Dinsdag plaatsen. Dinsdag plaatsen. Ja. Dinsdag met de kraan. Ja, dinsdag op de plaats. Ja. Dan doen we verder met een eentje draaien. Dan heb je de auto terug. Dan gaan we zaterdag morgen eerst terugbrengen. Dan gaan we zaterdag weer draaien. Dan krijg je het niet meer weg. Ja. Deze op de vloer. Als het eerder kan. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, want dinsdag begint eigenlijk de ploeg met vloeren. Ja. Om 6 uur 's ochtends. Ja. Ja. Ja, nou dat zou dan kunnen. Ja, dan moet het goed gaan. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. And tomorrow there'll be sunshine and the garden will be green. We'll lay a bed of lilies for you to dream. My baby, just 3 weeks to go. Your mother's singing softly to the music playing low. Zacht hele ding die man. Klinkt in elkaar. Kut. Ik denk dat het meevalt, man. Oh. Nee. Je bent zo blij mij te zien. Ja. Eigenlijk die ook opboren. Zou je? Als het jou is. Ja, dat kan ja. Ja. Daar in plaatje, de binnenzijde zit er volgens mij vast. Ja. Kun je hem omhoog wippen, Harwil? Kan die? Maar goed, de afgelopen 2 weken ben ik ook 's ochtends 's avonds bezig geweest. Ja, dat geloof ik. Hier ook, we mochten hier saneren. Oké. Dus. Ja. Ze kunnen gaan ook niet over dat huis, dus ze moeten sowieso over dingen heen gaan takelen. Dus dan is wat dat betreft deze nog wel beter. Het enige is dat deze niet zo prettig is. Deze moet ook worden omgedraaid. Ja.
Mijn hartslag is nu 140, denk ik. Is hier deze kant geloof ik, hè? Ja. geen puls meer. Ja, ik vind het heel bijzonder hoe hoog als hij de lucht in vliegt. Dat is echt. Maar dat heb ik ook met een luchtballon, dus dat is. Nou, ik heb een bedrijfsleider, Robert, die heeft alles draaiende gehouden. ik was niet echt inzetbaar. Het was dit en niks. Eigenlijk werd het, in het begin was elke down was meteen mega problematisch. En dan had je echt zoiets van, het hele project stort in elkaar. En op een gegeven moment gaandeweg het project heb je zoveel downs gehad, dat je op een gegeven moment ook denkt van, nou, oké. Okay. Op het laatste moment moesten wij bijvoorbeeld, mochten we hier toch niet staan, terwijl het vergund was en alles. En toen, nou dan zou je normaal zeggen, oh, dan is het een probleem. Dan hadden wij echt zoiets van, ja. Dat is, nou, wat dan wel? Nou, je moet 2 meter naar links. Oké, doen we dat wel. Nou, dus op een gegeven moment had je daar ook een beetje in af. Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Gefeliciteerd, pap. Thanks. And on my face I feel you breathe. Shit. Next to me. Two by land, by air, by sea. Yeah, yeah. And that is how it's supposed to be. Now, that much I can see. Now. Ja, het past. Dit was echt spannend, want dit was allemaal op tekening. Dat past ook nog, hè? Aspire, Grie. Traantje weggepinkt. Ja. Jongen, jongen. 2 jaar werk, man. Dat is pittig. Als dit niet iemand inspireert, dan is het project mislukt. Behalve dat het gelukt is dat ik een kantoor heb. Maar de ambitie ligt natuurlijk veel groter, veel hoger. En dus de,
dit moet leiden tot iets wat impact heeft. En nou, dat zien we met projecten die we al doen via Plastic Fantastic. Dat gaat heel snel de hele wereld over. Dus het kan heel snel gaan. Zullen we ook wat drinken? Waarom geen flatgebouw? Of waarom geen compleet dorp? Of waarom gaan we geen stadsfabrieken bouwen? Waarom gaan we niet bij de mensen thuis grondstoffen aanvragen? En dat ze sparen voor hun eigen meubilair? En waarom gaan we dat allemaal niet begeleiden? Dat is wat mij betreft het vervolg. En uiteindelijk met als groter doel dat straks geen plastic meer ronddrijft in de natuur. En dat het niet meer hoeft te worden verbrand, maar dat het gewoon ergens in de wereld is, als een soort kunststof bank in het meubilair verpakt zit, of in huizen. En als zo'n huis op een gegeven moment na 100 jaar zegt, nou, het wordt geen huis meer, je smelt het om en dan wordt het een flatgebouw. En het is heel apart wonen, het is heel compact, maar het voelt niet klein. Nee, hij is super. Die hoogte is heel fijn. Dus hier kom je officieel binnen. Water, ook niet onbelangrijk. Maar geen deurbel. Sproeien. Slaapkamer van Tijn. Ook mijn hoogslaper. Nu nog opgeruimd. Ziet toch anders uit als op de werkplaats? Ja, hè? Ja, dat is helemaal niet te vergelijken. Met name ook door die corridors lijkt het groter. Ja. Super. Nou, hier is de badkamer. En dan hebben we ook met gerecyclede wanden. Dat is wel leuk. En de keuken. Daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. De circulaire keuken. Wow, fantastisch man. Staal, hout. En jij bent buurtwachter geworden. Ja, ik word wel nieuwsgierig geworden. Eens kijken wat hier allemaal te zien is. Nou, als je goed kijkt kun je de Rijn zien. En dan kun je de boten zien. Ja, het is een bewezen, het is ook onderzocht allemaal, dat het bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dat soort dingen, normeringen. Er is ook heel veel ervaring mee. Alleen het wordt eigenlijk nog heel weinig toegepast. Daar zit nog een stukje onbekendheid in. En door dit soort projecten te gaan doen, banken te maken, de dock-offs te maken, willen we laten zien dat het veel meer is en waar je ook zelf iets mee hebt. En hier is natuurlijk de koppelstuk, zit hier. Ja. Ja, dit kan inderdaad gewoon, dit moet er dan uit. Ja. Kozijntje. En dan kun je ze gewoon losschroeven, letterlijk. En dan kun je ze optillen. Op transport. Ja. Dat heeft de potentie natuurlijk om wat ons betreft, om gewoon uiteindelijk in de bouwmarkt te liggen. En als jij je schutting bouwt of je tuinhuisje bouwt, dat je dan denkt van hé, dit is een veel betere manier, in ieder geval een veel duurzame manier, om te gaan bouwen. Dus het moet bereikbaar worden voor iedereen. Nou, proost jongen. Cheers. Super. Dan hebben we toch wel een avontuur gehad, hè? Het is bloed, zweet en tranen, hè? Nou, het resultaat mag er dan zijn. Precies. Ja, we zijn er ook zo blij mee. Elke keer denk ik, als ik wakker word, of als ik hier, zoals gisteren heb ik thuis gewerkt, en denk ik elke keer, nou iemand gaat zo meteen vertellen van helemaal leuk, nu is het klaar, hè, ga nu maar weer terug. Ja. Maar het is gewoon... Die brief heb je nog niet gehad? Nee. Goed hoor. Het is wel permanent. Ja. En uiteindelijk kunnen wij wel zeggen, want wij zijn wel gemotiveerd om uiteindelijk iets voor de moeder aarde te doen, dan kunnen wij wel zeggen, door de dock office, door de safe home, hoe weinig impact, kilo's of hoeveel, dat maakt niet uit, heeft wel gezorgd voor de sneeuwbaleffect dat wereldwijd men anders gaat nadenken over afvalplastics. Ja, dat is toch wel mooi gedaan. Ja, wij hebben mooi voor elkaar. Nou, wat gaan we nu doen?